Veel voetbalvolk in Hartje Leuven. Onder een stralende zon geven tientallen ploegen het beste van zichzelf. Aanleiding is het jaarlijkse finale toernooi van United, sociale partner van de Pro League en een thuis voor mensen in moeilijkheden. Vandaag worden hier heel wat wedstrijden gespeeld door United teams uit het hele land, die hier samenkomen om een fantastische dag te beleven, niet alleen op het veld, maar ook ernaast, want er zijn randactiviteiten zoals een kapper, er zijn een aantal spelletjes te spelen, er is een Zumba-sessie net gedaan. Dus we maken een recht festivalsfeer van vandaag waarop dat iedereen plezier kan hebben. Onze slogan is My Team, My Home, een thuis bieden in een voetbalploeg. En vandaag is die thuis het Blauwputplein in Leuven. En dus kan ook Lorien Parijs, Leuvenaar en CEO van de Pro League, natuurlijk niet ontbreken. United is onze belangrijkste maatschappelijke partner. En wij vinden dat heel belangrijk omdat voetbal eigenlijk bijna iedereen raakt. We hebben 3 miljoen fans in België. Ja, dan komt daar ook een zekere verantwoordelijkheid mee. En die moeten we gewoon opnemen. En door samen te werken met een partner zoals United, zorgen we er echt voor dat mensen die aan de rand van de maatschappij staan, die worstelen met een kwetsbaarheid, of dat dan nu op vlak van welzijn is, op huisvesting, op vlak van psychische kwetsbaarheid, dat we die terug reïntegreren in de maatschappij. U gaat nog de aftrap geven nu van de galamatch, maar zelf meevoetballen, dat zat er niet in? Nee, ik denk eerlijk gezegd, vroeger moest ik altijd in de goal staan en daar was een hele goede reden voor, namelijk dat ik een hele slechte voetballer ben. Dus dat wil ik eigenlijk het team van OHL in dit geval niet aandoen. OH Leuven wint de galamatch tegen Beerschot, maar dat is niet waar het vandaag om draait. Nee, helemaal niet, want ik heb 2 keer verloren, maar toch wil ik nog blijven en wil ik de andere 2 spelen. Nee, dat is niet zo belangrijk, hier winnen. Waar draait het dan wel om? Om meedoen, om de kans te krijgen om mee te spelen, hè, om samen te zijn. En een keer uit de dagelijkse sleur te zijn, onze zorgen te vergeten en heel de boel. We kunnen daar echt ons een keer geven, alle energie kwijt en nergens anders aan denken buiten sport. En sport doet altijd goed, hè. Ik ben hier in België 7 jaar en ik heb familie hier en ik kom uit Irak. Deze ploeg is goed. Het is mooi, vriendelijk met elkaar. Het is niet recess, niet vechten, niks. Echt vriendelijk spelen met elkaar. Dat is alles. Dat is heel mooi. Dat is het DNA van de Pro League. Mensen samenbrengen, amusement geven, maar er ook voor zorgen, in dit geval dan, dat het een opstapje is naar bijvoorbeeld hulpverlening, naar bijvoorbeeld een structureel traject naar, ik zeg maar iets, een pad op weg naar een zeker dak boven je hoofd bijvoorbeeld. Ook de profvoetballers van mede-organisator OH Leuven dragen United een warm hart toe. It's beautiful to see. Football, it's my life, it's the life of these people too. And like I said, you see happy faces and this is the most important thing. Fantastisch initiatief. Ik zie hier iedereen met lachende gezichten en dat is wel het belangrijkste. Hè. Dat ze even hun problemen kunnen vergeten hier. En voetbal is daar een ideale manier voor. Hè. Ik heb net hele korte gesprekjes gevoerd met een aantal mensen die hier vandaag komen voetballen. En zij zeggen van ja, dit is voor mij wel een keerpunt in mijn leven geweest. Ik heb een team waar ik toe behoor. Ik heb een zekere structuur die in mijn leven komt dankzij het voetbal. En ik maak connecties met hulpverlening, met OCMW, met het CAW op een manier die heel erg laagdrempelig is. En dat is zo mooi om daaraan te kunnen bijdragen. Dat vind ik fantastisch.